ben Femke en ik volg de minor aanpak mensenhandel. In de kern is mensenhandel het dwingen van personen tot het verrichten van arbeid of diensten, zodat er geld mee kan worden verdiend. En wereldwijd zijn hier ongeveer naar schatting 40 miljoen mensen slachtoffer van. En misschien verwacht je het niet, maar ook in Nederland komt het helaas voor. Nou, in deze minor gaan we het hebben over heel veel onderwerpen, van seksuele uitbuiting tot arbeidsuitbuiting tot orgaanhandel. En naast dat je er heel veel over leert, ga je het ook in het echt aanpakken door bijvoorbeeld het opzetten van een campagne. En aan het eind van de minor heb je genoeg kennis in huis om mensenhandel in je omgeving te herkennen en echt aan te pakken. Nou, ik kan deze minor super erg aanraden, want ik denk dat het een heel interessante is voor eigenlijk elke opleiding. Nou, als je nog vragen hebt, dan hoor ik graag van je. Op de CAE is het mogelijk om twee soorten minors te volgen. Verdiepende en verbredende minors van 15 of 30 studiepunten. Studeer je op een andere hogeschool? Bekijk dan ons aanbod op kiesopmaat.nl en schrijf je in voor één of meerdere CAE-minors.